De regering moet niet alleen gefocust zijn op het binnenhalen van grote investeerders. Er moet ook aandacht zijn voor eigen productie die op kleine schaal plaatsvindt. Dit haalde ABO-parlementariër Obed Kanapé gisteren aan in het parlement. Hij is van mening dat wanneer er gesproken wordt over lokale productie, er niet alleen gefocust moet worden op grote bedrijven. Lokale productie is volgens hem het erkennen van wat er iets is en daarmee andere creatieve vormen ondersteunen. Laten we kijken naar de creatieve industrie. Industrie als kunst, industrie als de ambachten die eerder, de schoenenmakers en al dat soort mensen. Soms moet je niet ver kijken, je moet gewoon dicht bij jezelf zijn. En beginnen te waarderen wat je reeds hebt. En van daaruit vertrekken. Meneer de voorzitter, we zien de creatieve industrie zoveel beweging maken in de wereld. Als we kijken naar social media. Het is elke dag in onze handen. Een telefoon of een laptop. Maar hoe brengen we de Surinamer zo ver om het niet alleen te gebruiken voor als consument, om niet alleen te consumeren, maar naar een cultuur te gaan van het maken van content, het maken van je eigen creatieve productie. In het belang van het stimuleren van de creatieve industrie moet volgens Kanapé de auteursrechten van Suriname beter geregeld worden. Als deze zaken beter georganiseerd worden, zal Suriname miljarden verdienen, meent het DNA-lid. Want er is zoveel aan onze cultuur, welke interessant is voor de wereld. Maar waar je niks over weet, hecht je ook geen waarde aan. En wat je ook niet vertelt aan anderen, weten ze ook niet over jou. Meneer de voorzitter, we vragen de president, zoals opgenomen in de OP, dat de creative industry daadwerkelijk zijn volle recht krijgt in Suriname. Kanapé zegt tenslotte dat de regering niet alleen moet uitkijken naar buitenlandse investeerders, want van hen zullen we maar weinig kunnen meeprofiteren. Er moet gefocust worden op de niet-alledaagse industrieën van het land om die tot ontwikkeling te brengen.